Deze week in Villa Concentrate. Vandaag gaan jullie de allerleukste plekjes van Albufera ontdekken. In onze villa in het Portugese Albufera nodigen wij verschillende vrienden van Concentrate uit voor 2 dagen vakantie. Ze krijgen een challenge en maken kennis met de hotspots van het zonnige Albufera. Vandaag is het weer tijd om de bloemetjes buiten te zetten met Bibi en Dionne. Dit is Villa Concentrate. Voel ik me fit. Ga aanvallen. Wat heb ik zin in een heerlijk ontbijt. Oké. Okay. Aanvallen de baard. Onze gasten mogen als eerst. Ja. Ik ben helemaal goed hoor. Ja. Heb je wel lekker geslapen uiteindelijk? Zo, echt wel. Ja? Lekker bed hoor. Iedereen? Ik was nog de YMCA in mijn bed. Ja, maar die heb ik nu nog steeds in mijn hoofd. Echt? Ja. Maar het was wel een succes, hè? Ja. Ik denk dat mensen die kwamen ook niet verwachten dat het zo intens zou zijn. Ik wil die jongen met het, die in zijn onderbroek in het zwembadje lag, wil ik vreselijk bedanken voor je inzet. Want jij hebt echt ons uit de shit geholpen. Maar gewoon vanaf het begin ook. Eerst wat hij deed toen hij op ons feestje kwam, was in het zwembad springen. Heerlijk. Maar jij bent ook uit je comfortzone gegaan gisteren. Ja. Jij hebt ook gewoon staan dansen. Heb ik staan dansen? Ja, Dionne. Je leek wel een ballerina. Op een gegeven moment echt? Je plagaat en handstand en je cool met de touwen. Nee, maar vond je het wel leuk? Ik vond het hartstikke leuk. Ik vond het echt lekker knus. Niet te veel mensen. Nee, maar als het echt te druk wordt, dan vind ik het altijd al een beetje naar. Maar nu was het gewoon gezellig. Er waren gewoon allemaal leuke mensen. Huisfeestje. Ja, precies. Nou, maar er waren ook allemaal gewoon leuke mensen die leuk meededen. Dus de sfeer vond ik gewoon hartstikke goed. Beste vakantiegangers, zijn jullie een beetje bijgekomen van American Party? Kai? Ik zeg gewoon ja, maar eigenlijk nee. Vandaag gaan jullie de allerleukste plekjes van Albufera ontdekken. Jullie gaan naar een waterpark in de zee. Een rondje maken op een jetski. En lekker scooteren door de stad. Oh, yay! Vanavond eten jullie de Portugese specialiteit kip piri-piri. Tijdens het eten horen we graag welke activiteit het leukst was. Eerst jetski, dan gaan we eerst naar het waterpark. Denk aan het waterpark. Is waterpark. Oh, leuk! Ijs. Bij vakantie hoort ijs. Wat een goed idee voor jou, Kai. Oké, mensen, ik ga even een lijstje maken. Wat willen we hebben? Dat we die scooter niet overleefd hebben. Chocolate fudge brownie. Chocolate fudge brownie. Je denkt, kies het makkelijkst. Dat houdt hij vast wel. Hallo, can I get tickets for 5 persons for half an hour? Ik heb op deze dag 14 keer ingesmeerd en het blijft maar branden. Maar goed, het is ook wel weer heel Nederlands om te gaan klagen over het weer. Doen we dus verder ook niet. Maar lieve kindertjes, zorg dat je altijd een laagje zonnebrand op je huidje hebt. Want je gaat gewoon kapot. Ja. Veel plezier! Ja, dankjewel! Ik weet niet hoe hard die gaat, maar bij 50, maar door die golven maak je hem bij sparkers. Dat is echt niet normaal. Yes! Oh. Hoe je het? Ja, ik had dus verwacht dat jij niet zo hard zou gaan.
Maar jij gaat gewoon volk als over die golven, joh. Ja, joh. Ik had het niet verwacht dat die mijnen nog zo hard durfden te gaan eigenlijk. Ik heb jou ingehaald. Ja, je ging als een raket, man. Je bij te houden. Loser. Loser? Ik heb je bieber als een jetski zitten. Ja, net nog. Maar dat niet te doen. Ja, dat was wel echt leuk. Maar het waterding was leuk. Ja. Scooterrijden was leuk. Alles was leuk. Heerlijk dag. Dagje. Dagje. Een waterdag. Opscheppen! Naast een, jullie mogen eerst opscheppen, jullie zijn de dames. Een echte Portugese delicatesse. Na zo'n wilde dag heb ik echt honger als een paard. Hey, maar is het niks voor jou dan om vanaf nu, zeg maar, gewoon iedere week parties te gaan organiseren? Na gisteravond. Ja, misschien kunnen jullie me dat nog een beetje leren of zo. Ja, jij kan wel zo. We hebben het hartstikke goed gedaan. Ja, jij hebt de leukste mensen mee naar boven getrokken. Is dat zo? Maar vond je het ook een beetje eng dan? Ja. Ik vind het best wel eng om gewoon mensen... Maar toen het uiteindelijk stond... Ja. Ja, maar ja. Ik kwam je maar aan met die ballen gooien, de fabriek en de vleugels. Ballen gooien en de vleugels. Piep, jij bent best wel van een feestje, tenminste. De meeste mensen kennen jou als O.O. Gerso. De afgelopen dagen waren natuurlijk ook wel een beetje een feestje. Hoop ik dat je dat zo ervaren hebt. Ja, maar ik kan wel gezellig zijn, maar ik heb ook een hele andere kant. Ja. Ik ben helemaal, dat vind ik echt niet belangrijk in het leven. Had jij nou na O.O. Gerso echt last van je imago? Dat mensen jou echt zagen als een party animal uit Den Haag, lekker plat? Ja, net nog. Ja, wat dan? Nou, we zaten bij de jetskis en er was een groep jongens. En zeiden, toch van O.O. Gerso? Ja, ja. Nou, toen ging ik bij Bob achterop zitten. En ik hoorde ze nog maar zeggen, ja, wij kunnen ook zuipen hoor. Zuipen dit, zuipen dat. Ik denk, het is nu 6 jaar later. Ja. Inmiddels bijna 6 jaar. Maar je wilde zo graag van het imago af? Nee, weet je, het interesseert me niet eens. Toen ik aankwam in Villa Constraint was ik eigenlijk gewoon gelijk, voelde ik me wel heel erg welkom en thuis en het is gewoon gezellig. Ik was wel een beetje bang voor het partygedeelte, want dat ben ik niet meer zo gewend en dat doe ik eigenlijk niet zo erg vaak. Maar ja, ik had niet echt verwachtingen. Dat probeer ik eigenlijk voor mezelf altijd een beetje te vermijden om dingen te verwachten. We hebben nog wat leuks voor jullie. Een cadeautje. Ja, wat leuk. Ik geef je het wel een goeie? Lees maar lekker voor. Lieve Bipsje? Nee, Bibi, maar hij heet met leuk met een Y, Kai. Kai was sorry. Nee. Ja. Lieve Bibi, het blijft met jou een feestje. En nou, hop, gas erop. Tik op je Bips, Tokai en Bobby. Ook verkeerd geschreven. Heb jij dyslexie of zo? Ja, een klein beetje, ja. Jezus, sorry, nou bedankt, liever. Het gaat om televisie te zeggen. Het gaat om het verhaal, toch? Om de boodschap. Ja, ik had die jongen nog nooit zo van dichtbij meegemaakt een paar dagen. En mijn beeld van die jongen was eigenlijk wel gewoon hoe ze ook echt is. Ze is gewoon super lief, maar wel heel erg kat uit de boom kijkt ze gewoon. Dus ze is gewoon wat rustiger en ja, gewoon een lief net meisje. Ik hou eigenlijk wel stiekem heel erg van lekker gek doen, maar dan moet ik me eigenlijk een beetje mensen leren kennen voordat ik dat echt doe. Maar als ik zelf dan nog een beetje de kat uit de boom aan het kijken ben en iemand anders die gaat helemaal los en doet een beetje gek, dan vind ik dat juist fijn, want dan kom ik zelf ook automatisch wat losser. Dus lieve Dionne. Ja, ook lief. Je hebt je grenzen verlegd, op naar de volgende feestvakantie. Oude party animal. Ja. Levers XXX, Kaito en Bob. Woe! Ja. We gaan jullie missen, Nina. Ja. Ja. Hey, ik wil het niet meer. Ik ben het ingekomen. Dan moet je al naar huis. Ja, volgende keer gewoon langer. Een paar weken. Nee, ik was even voor mezelf alleen. Het leukste aan de afgelopen dagen vond ik wel dat ik Kai een meisjesmake-over ging geven. Want ik heb echt gezien dat het hem heel goed stond. Ik vond het allerleukste, denk ik, die jetskis. Dat was gewoon... Ja, ik hou gewoon van een beetje actie en dingen doen. En ik had het nog nooit gedaan. En we gingen super snel en het voelde heel vrij. Dus dat was wel mijn hoogtepuntje. Ik vond het echt super gezellig met jullie. En ik hoop dat we, als de zomer er weer is, dat we met z'n allen weer... feestje kunnen bouwen. Ik vond het hartstikke gezellig. Iedereen heeft me gewoon hartstikke leuk en goed behandeld. En ze hebben me gewoon lekker uit mijn comfortzone gehaald. Ik heb gewoon 2 leuke dagen gehad. Dus super bedankt.
nog heel veel plezier verder in Albufeira. Wil jij nou ook op zo'n toffe VIP-vakantie? Ga dan naar gogoviptrip.nl. Ja, we mogen namelijk het eerste wachtwoord van de challenge alvast verklappen. En die is Ain't No Party Like a Go-Go Party. Vond je Bibi en de jongen ook zo leuk? Laat het dan vooral hieronder even weten en abonneer op Concentrate. Ja, zou ik zeker doen en blijf kijken, want we krijgen nog 2 villa-gasten. En die zijn ook weer hartstikke leuk, toch? Ja, vergeet je vooral gewoon niet te abonneren, ja. Door hier of daar te drukken. Gewoon duimpje omhoog. Kijk maar wat je doet. Ja, en even volgen op social media. Concentrate.nl. Ja. Party makje! Vandaag organiseren jullie een exclusieve poolparty bij jullie eigen zwembad. Yes! Yes. Check dat, we zijn live van de fucking kamer. Dat betekent dat je vanaf nu af aan mogen misdragen!